Christus is uit de doden opgestaan. Hij kan niet meer sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Van harte welkom op deze maandagavond 26 april in de vierde week van Pasen. U in de kerk aanwezig of u met ons verbonden via de livestream. In de paastijd denken we na over de vraag: wie is deze Jezus, de verrezene? Wat stond hem voor ogen? Hoe heeft hij over zichzelf gesproken? In deze week, na de vierde paaszondag, vertelt Jezus over zichzelf aan de hand van een parabel, van de herder en zijn schapen. Zo verwoordt Jezus zijn liefdevolle zorg voor mensen. Jezus sluit daarmee aan bij het leven van alle dag, waarin de herder en zijn schapen een plaats hebben. Het is voor Jezus heel vertrouwd en mooi om te zien hoe de herder een band heeft met zijn schapen. De herder heeft liefde voor zijn schapen. En omgekeerd herkennen de schapen zijn vertrouwde stem. Ze komen naar hem toe als hij de schaapskooi betreedt, en ze komen bij hem langs als hij de poort van de schaapskooi opent. En vervolgens trekken ze kalm en rustig achter de vertrouwde herder aan naar de grazige weide. Vreemdelingen zullen ze niet volgen. Voor een vreemdeling zijn ze bevreesd. Zijn stem maakt hen al bang. Beste broeders en zusters, hier in de kerk, ook thuis. Het beeld dat geschetst werd in het evangelie van zondag, de herder en zijn schapen, wordt door heel wat modernisten neergezet als een achterhaald verhaal. De herder wordt vergeleken met de gewijde dienaars in de kerk en de schapen de gelovigen, de schaapstal de kerk. En dat beeld wordt een beetje voor gek, voor versleten weggezet. Maar het is een aloud christelijk beeld dat Jezus zelf aan zijn kerk heeft gegeven. Hij die de stichter is van de kerk. Hij die op de avond voor zijn lijden en dood tegen zijn eigen leerlingen heeft gezegd: neem brood, neem wijn. Deelt het met elkaar. Doe wat ik gedaan heb. Want zo ben ik bij jullie in jullie midden. En zo mogen op opeenvolging van de apostelen, de bisschoppen, priesters, ons voorgaan in de Eucharistie en zo Christus tegenwoordig stellen in de Eucharistie. De priester die het beeld mag zijn van de andere Christus. Hij is niet de plaatsvervanger van Christus, maar de andere Christus, hoofd van Christus, die doet wat hij aan zijn mens heeft nagelaten. De diakens die vaak assisteren, dat mag het beeld zijn van de dienende Christus. In de priester, in de diaken, maar vooral in de bisschop, mogen we dus de herder zien, hij die ons voorgaat in geloof. En dan terug naar die schapen. Vaak zeggen ze wel eens tegen iemand die er wat dom uitziet: goh, gelekt van een schaap. Maar we moeten niet te min denken over schapen. Ze zijn niet dom. Ze herkennen de stem van een herder. Ze zijn ook nog eens een keer nuttig, want ze geven zichzelf warmte. En zodoende ook anderen door de wol geverfd, zeggen ze wel eens. Het beeld van Jezus die vandaag zegt: ik ben de deur. En dat is een wat merkwaardige beeldspraak, die we misschien niet goed begrijpen. Maar het beeld illustreert hoe Jezus onze redder en verlosser is. Geen redding buiten Jezus om.
Via Jezus gaan we het heil binnen. En vlak voor zijn dood noemt Jezus zich ook de weg, de waarheid en het leven. Zo wil hij de deur naar het hemels geluk voor ons zijn. Hij is het antwoord op de vraag van elke mens: waar gaat mijn leven naartoe? Op deze vraag zijn vele antwoorden bedacht. Maar ons antwoord is geen theorie, maar het is een levende persoon, Jezus Christus, de verrezene. Hij is de deur naar het eeuwig leven. Het evangelie van de goede herder en zijn schapen drukt uit hoe de kerk de taak heeft om de herderlijke zorg van Jezus voor iedere mens uit te drukken en voort te zetten. Daarom is het goed dat we als mensen ook voortdurend bidden om mensen die zich in Jezus naam willen laten uitzenden als priester, diaken of als kloosterling. En natuurlijk zijn er ook altijd mensen die zich ten dienste willen stellen in de kerk om mee te werken aan het dienstwerk van de kerk. Meewerken aan het dienstwerk van de kerk. Dat is niet pastoortje spelen of zelf de misje een mis willen doen, zoals in helaas in Nederland op veel plaatsen gebeurt, zodat de mensen in de kerk niet meer weten wat er gebeurt in de kerk. Is het nou een misviering of is het een woord en communie of wat wordt er gedaan in de kerk? Heel duidelijk mag zijn dat Christus zelf bij ons wil zijn. In de persoon van de priester, in zijn zelfgave in de Eucharistie. Het beeld dat Jezus ons geeft, is geen achterhaald beeld. Het is een beeld dat iedere dag mag gelden. Een leven lang, maar misschien veel verder. Totdat hij wederkomt. Dat is een acclamatie die we in iedere mis zeggen. Totdat hij wederkomt. Hij die verrezen is, teruggekeerd naar de Vader. En totdat hij komt, mogen we hem aanwezig weten in zijn woord dat hij spreekt, in het sacrament dat hij ons geeft, in de liefde die mensen voor elkaar hebben. Alleluia, alleluia, alleluia. Ik ben de goede herder, zegt de Heer. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus: voorwaar ik zeg u, wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open, de schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl ze hem volgen, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen. Integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: voorwaar ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Alle die voor mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered. Hij zal in en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen.
Ik ben gekomen opdat ze leven zouden bezitten en wel in overvloed. Woord van de Heer. Mogen de woorden van het Evangelie onze zonden worden uitgewist. En laat ons bidden. God, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon hebt gij de gevallen mensheid weer opgericht. Schenk uw gelovigen de ware blijdschap. Gij hebt ons alle uit de slavernij van de zonde bevrijd. Laat ons eens delen in de vreugde van uw koninkrijk door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst. God, door de eeuwen der eeuwen. En laten we hem aanbidden die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
En laten wij ons in groot vertrouwen wenden tot Jezus, de goede herder, die over ons leven wakt. Laten wij bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieus en godgewijd leven, dat vele jongeren de roepstem van de Heer mogen volgen om zich aan Hem toe te vertrouwen. Laat ons bidden. Laten wij bidden voor het bisdom van 's-Hertogenbosch, om de bezieling van de Heilige Geest, voor onze bisschop Gerard de Korte, zijn hulpbisschop Robertus en alle die betrokken zijn bij de leiding van het bisdom. Laat ons bidden. Laten wij bidden voor hen die belast zijn met de opleiding van nieuwe priesters, dat zij deze jonge mensen mogen brengen tot een verdiept geloof en een oprechte liefde tot de naaste. Laat ons bidden. En laten wij bidden voor alle christengelovigen die zich inzetten voor een goed parochieel leven, dat ieder zijn roeping mag verstaan om als christen te leven in deze wereld. Laat ons bidden. Bidden we voor de leiders van de volkeren, dat zij vrede willen stichten overal waar de haat en de vergelding heerst, dat ze willen werken aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Laat ons bidden. En laten wij bidden voor onze parochie, dat we ons openstellen voor Gods herderlijke liefde. En wij bidden onze persoonlijke intenties die we meegebracht hebben hier naar deze kerk, ook voor de intenties van hen die met ons verbonden zijn. We denken bijzonder aan onze zieken en hen die verblijven in het ziekenhuis, die revalidatie en herstel, voor mensen die met corona in aanraking zijn gekomen, voor de vele jonge mensen die getroffen worden, dat al onze zieken kunnen rekenen op liefdevolle zorg, om de kracht van Gods Geest tot herstel van hun lichamelijke, maar ook geestelijke gezondheid. Laat ons bidden. We bidden voor onze dierbare overledenen. We bidden voor Lien Hunting Jacobs en voor Jackie van den Bomen van der Linge, voor wie we vandaag de uitvaartriet hebben doen plaatsvinden in Valkenswaard en in Aalst. Dat al onze dierbare overleden mogen rusten in de vrede van God, laat ons bidden. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus, Gij zijt de goede herder die zijn leven heeft gegeven. Wij danken U voor Uw liefde, die ons rust en vrede schenkt. Door U ontvangen wij het leven en het heil. U zij lof en eer en dank in de eeuwen der eeuwen. Thank you.
Beste zusters en broeders, morgen 27 april viert onze kerk de gedachtenis van de heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar, maar het is morgen ook Koningsdag. Dichtbij in Eindhoven zal onze koning komen, een bezoek brengen. Blijkt dat alles goed afgeschermd is, dus we zullen het misschien via de televisie mogen volgen. Morgenmiddag om 12 uur vieren we in deze kerk de Heilige Mis. Ook in bijzondere intentie voor de verjaardag van zijn majesteit de koning. Morgenavond is er geen aanbidding, want ik zal zelf ook Koningsdag gaan vieren buiten het dorp. Ik hoop dat u er ook iets aan doet, op de een of andere manier. Maar ik wens u vooralsnog een hele mooie avond toe vanavond en morgen ook een hele mooie dag. Laten we heen gaan in vrede. Regina.